Het vieren van de vrijheid, dat mag weer. Op 5 april. Joke Pesi, kun je ons vertellen uh, wat dat allemaal inhoudt, die vlag uh, ophangen en zo? Nou ja, de vlag is, is aangeschaft uh, voor 75 jaar bevrijding in uh, 2020. En toen heeft eigenlijk heel Almelo, bijna heel Almelo, een vlag uh, gekocht. Een vlag die je eigenlijk eeuwig kunt blijven gebruiken. Dus wat zou mooier zijn dat we ze allemaal weer zouden zien die toen de tijd verkocht zijn. En er zijn er nog een paar te koop. Bij het huis van Katoen en nu liggen er nog dertig. Dus wil je er nog één? Ga snel, dan heb jij ook zo'n vlag. Deze vlag mag eigenlijk altijd hangen. Die mag dag en nacht blijven hangen. Dat mag met een gewone vlag zeker niet. Alleen als het, uh, vinden wij, als het Koningsdag is, dan vlag je voor. De koning. En verder hebben we dus 5 mei en uh, ja, daar willen we toch weer aandacht aan, aan geven en uh, er zijn allerlei dingen waar we mee bezig zijn, onder andere wat uh, kleine bevrijdingsconcerten en een misschien een iets groter een bevrijdingsconcert dat we toch enige aandacht geven aan 5 mei ook hier in Almelo.